Maar voorzitter, ik zeg nogmaals tegen de minister-president, niet doen. Sluiten al die scholen. Het is oneerlijk dat nu de universiteiten sluiten, nu de hbo-instellingen sluiten, nu overal in Nederland wordt gevraagd om mensen om thuis te werken, om dat te zeggen dat we niet eens naar bijeenkomsten mogen gaan naar 100 man, dat u voor de scholen, dat u voor de kinderen, dat u voor de docenten, dat u voor de opa's en oma's die die kinderen naar school brengen, dat u zegt, nou, er is een groter belang. En als jij je risico loopt en misschien krijg je wel corona, weet je, dat zijn grotere belangen. Dat is oneerlijk. Dat moet u niet doen. Dat is spelen met mensenlevens. Nee. Doe dat alsjeblieft. Ja, dat doet dus wel. Ja, maar u bent hier, dat doet u wel. En u mag dat niet doen. En als u zegt van ja, er zijn ouders die in vitale sectoren werken, zorg er dan maar voor dat u die mensen helpt. Zorg er dan maar voor dat u die mensen helpt als het gaat om de opvang. U kunt niet zomaar zeggen tegen heel Nederland, stuur je kinderen naar school. En als een leraar ziek is of als een docent ziek is, dan jammer, dan heb je pech. Dat kunt u niet maken. Sluit u die scholen en nu. Ja, voorzitter, tenslotte, dat is toch geen argument? U kunt toch niet zeggen dat in het kader van de crisisbestrijding gaan we de ouders en de opa's en oma's van Nederland voor de bus gooien? Hoe durft u dat überhaupt te suggereren? U zegt van nou, er is niks aan de hand. En is het dan zo, meneer de minister-president, dat de kinderen in Polen, Italië, Denemarken, Griekenland, Tsjechië, Spanje, Frankrijk, Roemenië, Oostenrijk, Hongarije, allemaal landen die al lang deze week of daarvoor de scholen hebben gesloten. En alsof die niet dat probleem hebben wat u nu noemt. En die maken allemaal de afweging dat ze ervoor kiezen om hun kinderen en de ouders en de opa's en oma's te beschermen. En dat moet u ook doen. Dat moet u nu doen, vandaag, terugkeer terug op uw schreden en zeg die scholen gaan dicht. En ik voorspel u dat dat gaat gebeuren. Want Nederland accepteert het niet. Als u dit doorzet, dan voorspel ik u dat Nederland in opstand gaat komen. Dat mensen hun kinderen van school halen. Dat docenten zich massaal ziek gaan melden. En ik geef ze nog gelijk ook.